Welkom bij Het Forum. Het is even stil geweest. Na de verkiezingen hebben we even wat tijd nodig gehad om ons te installeren in de Tweede Kamer, om ons te herpakken. En er zijn ook weer heel veel dingen gebeurd de afgelopen weken. Daarover gaan we het zeker hebben. We gaan praten met Ralf Dekker van het Renaissance Instituut over de doelen van Forum voor Democratie. En wij hebben de Silver Play Button als eerste politieke partij in Nederland gekregen van YouTube. Dus heel veel te doen, heel veel te bespreken. Dit is Het Forum. Al sinds de verkiezingen, sinds 17 maart, hebben wij geen uitzending meer gedaan, omdat we echt even 2 maanden de tijd nodig hadden om de energie terug te vinden, maar ook om ons te installeren in de Tweede Kamer. Er was ontzettend veel te doen en het was ook heel tragisch en ook een beetje merkwaardig dat op de dag dat we de eerste echte fractievergadering hadden, vorige week, 3 van onze fractieleden alweer besloten om zich af te splitsen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hier in de studio is ook aanwezig Ralf Dekker. Velen van jullie kennen hem al. Hij is bestuurslid van het Renaissance Instituut. Hij was mee op campagne. Hij is voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank. En hij zit in de Provinciale Staten voor Noord-Holland. Maar hij heeft ook een beta-achtergrond. Hij is geoloog. Hij heeft heel veel interesse in corona, in allerlei andere zaken, klimaatverandering. Dus er is heel veel daar te bespreken. Maar we gaan het ook hebben over de doelen van FVD. Wat willen we nou eigenlijk bereiken? Wanneer zijn we tevreden? Wat is realistisch om de komende jaren te verwachten? Waar gaan we ons op richten? Maar ik begin met iets wat voor mijzelf echt een heel bijzonder moment was. Namelijk in de post. Afgelopen weken zat dit ding. De Silver Play Button. Tenminste, dat denk ik. Ik heb het nog niet opengemaakt. Ik heb echt gewacht tot ik dit hier in het forum kon bespreken. Maar ik heb al wel de plasticjes even opengemaakt. Dus we gaan kijken. Ik denk dat dat de Silver Play Button is. Dat krijg je als je 100.000 abonnees hebt. En wij zijn natuurlijk de eerste politieke partij die dat heeft. Dat is heel bijzonder. Dit is echt heel bijzonder. Gefeliciteerd met de groei van je kanaal. Hier een brief van YouTube. Gefeliciteerd met de groei van je kanaal. We zijn heel blij dat je kanaal zich zo heeft ontwikkeld. Met trots geven we je een Creator Award om deze bijzondere mijlpaal op YouTube te vieren. Sinds je je kanaal bent gestart, heb je een publiek van over de hele wereld opgebouwd. Via je uploads heb je je abonnees laten zien wie je bent, wat je belangrijk vindt en hoe ze kunnen meepraten. Nou, bla bla bla, gaat allemaal door. Bedankt nogmaals, bedankt. Nou, dit is hem dus. En nu het heilig der heiligen. Wauw. Het is wel heel tof. Kijk, dit is hem hoor. Dit is hem. Forum voor Democratie heeft officieel de YouTube, de felbegeerde YouTube Silver Play Button ontvangen. Hier staat onze naam. Passing 100.000 subscribers. Hij krijgt een hele mooie plek hier in de studio. En hij staat hier achter, maar ik ga hem even naar voren roepen. Want dit is natuurlijk voor een groot deel te danken aan de man met wie ik samen dit kanaal heb opgebouwd. Freek Jansen, kom even 1 minuut. Ik weet dat je niet wil. Kom gewoon toch even 1 minuut, Freek. Ontzettend gefeliciteerd, jij ook. Dus ook voor een heel groot deel jouw prestaties. Hou hem maar even vast, niet laten vallen. Hij is mooi, hij is groot, hij is best wel zwaar. We gaan hem een hele mooie plek geven. En mooi tussen het goud. Ja, en we gaan voor de gouden, hè, uiteindelijk. Uiteindelijk gaan we voor de gouden en platinum. Dan heb je 10 miljoen subscribers of zo. Dat moeten we uiteindelijk zien te halen. Maar dit is een enorm goede aanmoediging. En daarom ook opdracht aan jullie. I dedicate it to you, this award. Want het komt allemaal dankzij jullie, onze geweldige kijkers, onze geweldige achterban, dat we dit hebben bereikt. Ben je er blij mee, Ralf? Vind je het leuk? Fantastisch, ja, dat hebben we het zo over hebben. Zullen we hem gewoon lekker hier even laten liggen? Laten we doen. Ah, wat een leuk begin. Maar er is zoveel meer te bespreken. Ralf, je bent hier natuurlijk ook in de studio omdat jij samen met mij onder andere die vrijheidskaravaan hebt gedaan. Mensen hebben je leren kennen de afgelopen maanden. Maar velen weten nog niet zoveel over je achtergrond. Je hebt jarenlang bij de bank gewerkt, de Rabobank. Maar je hebt ook een achtergrond als geoloog, dus een technische achtergrond. Je bent geïnteresseerd in klimaatverandering. Je bent ook voorzitter geweest van de Groene Rekenkamer. En dat klinkt als iets heel vervelends, iets duurzaams. Maar het is eigenlijk een verstandige club die juist vragen stelde bij de klimaathysterie. En nu doe je ook voor ons het Renaissance Instituut, dus het opleidingsinstituut enzovoorts. En ik heb jou gevraagd om er vandaag ook bij te zijn, omdat ik denk dat het ontzettend leuk en belangrijk is om eens uitgebreid in te gaan op de vraag, wanneer heeft Forum nou succes? Wanneer doen we nou iets waarvan we zelf zeggen, nou nu mogen we tevreden zijn? Is dat als we stijgen in de peilingen? Is dat als we moties aangenomen krijgen? Of zijn dat toch andere dingen? Wat ligt er meer voor de hand dan jou? Gewoon eens vragen, hoe zie jij dat?
Nou ja, dat haakt een beetje in op waarom ik bij Forum ben gekomen. Want het was niet voor een politieke carrière. En dat zie je bij andere partijen vaak wel. Dat mensen gewoon belangstelling hebben om in het publieke bestuur te komen. En dan uiteindelijk via een carrière in een grote politieke partij de top proberen te bereiken. En hoe groter die partij dan wordt, hoe meer kiezers ze hebben, hoe beter het is. Want hoe meer baantjes er zijn, hoe groter de mogelijkheden. Dat was allemaal mijn doelstelling niet. En ik heb heel veel mensen ontmoet bij Forum die er net zo in zitten. Ik wilde een positieve invloed uitoefenen op wat er gebeurt in Nederland. En ik dacht, de invloed, de richting die Forum voorstaat, is ook mijn richting. Dus ik wil daaraan bijdragen. Mocht het zo zijn dat andere partijen die richting overnemen en besluiten om dat in Den Haag tot stand te brengen, dan zeg ik prima, ga maar door. Dan ga ik weer verder met mijn leven van hiervoor. Ja. Dus het gaat mij meer om het effect bereiken in de samenleving. En de duwtjes de goede kant op geven, dan een grote rol spelen in Den Haag of een grote rol spelen in het publieke bestuur per se. Ja, dus waarschijnlijk heel veel andere partijen als hun thema's worden overgenomen door andere partijen, dan zeggen ze, kut, we moeten snel nieuwe onderwerpen verzinnen, want we moeten kiezers houden. En wij zouden zeggen, prima, we gaan achteroverleunen en ja. Dit gaat goed. Dus wij zijn veel principiëler, veel ideologischer. Maar ik denk dat er nog iets anders bij komt. En dat is dat wij iets willen dat fundamenteel tegengesteld is aan wat de gevestigde macht wil. En ik denk dat dat echt een van de grootste misverstanden is van onze tijd. Dat politiek wordt gezien als een glijdende schaal. Want dat had je vroeger met de sociaal-economische as waarop politiek werd bedreven. Dus rechts was dan voor lagere belastingen, links was voor hogere belastingen. Daar kun je een gemiddelde in vinden. De een wil 40%, de ander wil 60%, en dan ga je op 50% zitten of zo. Dan heb je een compromis, dan heb je toch iets bereikt voor je kiezers. Maar wat nu gaande is, waar wij tegen strijden, en daar hebben alle gevestigde partijen zich aan verbonden, dus dat zijn 120 zetels of zo in de Tweede Kamer, zoiets. Dus echt een supermeerderheid. Dat is een transitiepolitiek. Dat is naar iets nieuws toe gaan, wat wij gewoon niet willen. Dus wij hebben een radicaal andere opvatting. En daar kun je eigenlijk bijna geen midden in vinden. Dus, want de transities die zij doen, die kunt wel een beetje afremmen. Maar al die overdracht van macht aan de EU. En al die immigratie die ongecontroleerd is. En al die klimaatplannen. Dat zijn vrij permanente veranderingen. En, ja, niet allemaal, denk ik. Maar inderdaad, het terugdraaien daarvan is vrijwel onmogelijk. Bijna onmogelijk. Precies. Dus daarom voelt het als marchanderen als wij dan meedoen. Dus dat was bijvoorbeeld in Brabant het geval. Dan denk je, nou, dan bestuur je mee in Brabant. Maar, en dan help je de kiezer of zo. En het is dan wel zo dat we iets minder windmolens kunnen plaatsen. En misschien hier en daar een AZC kunnen tegenhouden. Maar VVD en CDA, die willen gewoon van het gas af. En die willen gewoon die biomassa-centrales. Dus dat gebeurt gewoon. En dat maakt het ook anders, denk ik, dan in het verleden. Wij zijn echt, wij staan echt haaks op wat zij willen. We zijn echt tegengesteld aan wat zij willen. Het VVD heeft ook dat klimaatakkoord ondertekend. Het Marrakesh Immigratiepact. CDA is gewoon helemaal voor de EU. Dus ja, er is eigenlijk heel weinig overeenkomst. Ja, dat corona, hetzelfde verhaal. Dat is waar. Dus we zitten er vaak wat fundamenteler in. En daardoor is het verminderen van de snelheid van de richting die men heeft ingezet is niet genoeg. He, want dan werk je nog steeds mee aan de verkeerde richting. Dat is waar. Een tweede punt vind ik ook dat wij zijn niet zozeer opinievolgend, wat de politieke partijen over het algemeen wel zijn. Dus kijken wat leeft er in de samenleving en daar spelen wij op in. Wij proberen opinievormend te zijn. Dus wij proberen wat mij betreft door ons gedrag, door de thema's die we aankaarten, door af en toe ook in jouw termen ophef te creëren, de opinie in Nederland te beïnvloeden. En dan heb je kans dat ook de partijen die tegen ons zijn, of in ieder geval een andere richting trachten in te gaan, dat die zich laten beïnvloeden door die gewijzigde opinie. Dus we hebben op meerdere fronten, wat mij betreft, een wat andere invalshoek. Dus inhoudelijk zijn wij juist bezig met een tegenduwen tegen de heersende richting. Maar ook qua uitstraling, qua beïnvloeding van het publiek, proberen wij niet voortdurend in te haken op wat nou de mode van de dag is. We proberen juist die mode te beïnvloeden. Ja, maar daar is dat toch nog wel even iets verduidelijken dan. Want wanneer hebben we dan succes in jouw ogen? Als we de opinie beïnvloeden?
Ja, nou, dan komen we op de vraag die hier op tafel ligt. Want wanneer ben je nou succesvol als Forum voor Democratie? En het standaard antwoord is dan als je heel veel zetels haalt in de Tweede Kamer. Dus zeggen mensen dan, jullie hadden vroeger veel meer zetels. Weliswaar niet in de Tweede Kamer, maar wel in de Provinciale Staten. Nu zijn het er minder, dus het gaat slecht. En dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Want al die zetels in de Provinciale Staten, daar hebben we eigenlijk relatief weinig mee kunnen doen in het beïnvloeden van de maatschappij. Minder zetels betekent dus niet minder invloed. Sterker nog, mijn ideaalpartij, als je het dan in politieke partijen zou moeten zien, is eigenlijk GroenLinks. Dat heb je zelf ook wel eens gezegd. GroenLinks heeft nog nooit regeringsverantwoordelijkheid gedragen, althans niet in Den Haag, maar heeft een geweldige invloed op de opinie van de Nederlander. En daardoor wordt GroenLinks beleid de facto uitgevoerd door bijna alle andere politieke partijen. Ja. Dus dat is een geweldig succesverhaal. Nou, zo'n soort beïnvloedingseffect zouden wij ook moeten hebben, maar dan in een andere richting. Ja, ik zie dat er een telefoon afgaat. Volgens mij is het jouw telefoon. Misschien even uitzetten. Vliegtuigstandje. Het is toch een generatiedingetje. Maar dit is denk ik een superbelangrijk punt wat Ralf maakt, wat jij maakt. En dat is iets wat toch niet, voor mijn gevoel, niet overkomt. En dat is ook bij heel veel mensen. En dat verklaart ook dat je dus allemaal van die afsplitsers hebt. Want wat er gebeurt, is dat mensen weer aangetrokken tot de energie van Forum voor Democratie, tot een aantal van onze ideeën enzovoorts. Maar dan komen ze in de politiek en dan willen ze daar meedoen met die politiek. En dan voelen ze eigenlijk al heel gauw een soort spagaat tussen wat wij willen. Dat is namelijk een maatschappelijke beweging zijn die ook heel vaak dingen zegt en dingen voorstelt en ideeën enzovoort, die heel ver afstaan van de reële politieke mogelijkheden. En wat ze in hun dagelijks leven voelen en waar ze bij willen horen. En dan krijg je dus onze grootste bedreiging is de bode in rockkostuum die een cappuccino komt brengen. He, dat is die mensen die zitten ineens ergens in een zetel. Heb je allemaal mensen die meneer Jans, meneer Pietje, Klaasje, wilt u een cappuccino? En dan denk je, ja, geweldig hè? En voor je het weet, denk je, dan is dat je leven. En dan vind je het verschrikkelijk als je te horen krijgt dat jouw motie niet wordt aangenomen. Terwijl zo'n motie heeft natuurlijk helemaal geen reëel effect. Het is gewoon symbolisch. Nou ja, dat is wat mij ook in de provincie is tegengevallen. Ik dacht, ik begin in de provincie. Want daar heb je niet al de camera's erop staan. Daar heb je toch een inhoudelijk debat. En gaat het over ruimtelijke ordening en milieu. Nou, daar heb ik ook wel wat mee. En dan kan ik wat invloed uitoefenen. En kunnen we van gedachten wisselen. Kan ik misschien wel mensen overtuigen. Om het een bepaalde kant op te duwen. Nou, niets is minder waar. Want het is gewoon al helemaal dichtgetimmerd. En je praat eigenlijk, ja, je kunt wel een verhaaltje afsteken voor de film. Maar verder heeft het geen enkel effect. En dan denk je, ja, maar dan zit ik hier alleen maar in dat spel mee te doen. Dus het wemelt van de processen, procedures. En je kunt dan ook een commissie gaan voorzitten. Of je kunt in een bepaalde commissie treden. En je kunt je met de agenda gaan bezighouden. Dus je kunt zelfs in zo'n omgeving, en dat is natuurlijk in Den Haag nog veel meer, kun je een soort carrière maken, zal ik maar zeggen. En steeds serieuzer genomen worden door de omgeving daar ter plaatse. Maar je invloed op de samenleving, wat je uiteindelijk wilde, die is nul. Maar hoe gaat dat dan wel? Hoe werkt dat dan? Hè? Invloed op de samenleving. Hoe werken dat soort maatschappelijke veranderingsprocessen? Dat is eigenlijk de kernvraag. Want wij zijn dit begonnen om het land te redden. Omdat het echt anders moet. Omdat er een club mensen zit die het land naar de knoppen helpen. Dus wat denk je dan? We gaan dan een politieke partij beginnen. En we komen daar eigenlijk achter dat zelfs al win je de verkiezingen, zelfs al bestuur je mee, dat je eigenlijk helemaal niks kan. Want het is ook al lang in Brussel vastgelegd. En Europese regelgeving, internationale verdragen, de internationale bankaire wereld, de multinationals. Die hebben alles al lang afgedekt. De Verenigde Naties. Dus ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Nou ja, het is denk ik en. Je moet denk ik om een serieus geluid laten horen en serieus genomen te worden, ook in je beïnvloeding van de publieke opinie, moet je wel een platform hebben in Den Haag. Moet je een platform hebben in alle politieke lagen in de samenleving, in het publieke bestuur. Dat hoort er wel bij, want dan word je serieus genomen. Maar dat is bepaald niet alles. Dat is zelfs niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je in de media laat horen. Dat je allerlei ja, vehikels vindt om je geluid over te brengen aan het publiek.
En daar hoort dus, ja, in wezen is dat die beweging waar ik het in een aantal gevallen over gehad heb bij die karavaan. Je zult heel veel gelijkgestemden moeten vinden die elkaar weer vinden en die een soort olievlekwerking hebben over wat dan de heersende opinie zou moeten zijn. Ja, maar toch blijft dat heel vaag. Hè? Dat is, en ik denk, ik begrijp ook wel wat mensen dat ze zeggen van ja, beweging. Wat bedoelen jullie daar nou mee? Het blijft toch vaag, abstract, de beweging. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat toch uit te leggen wat dat dan concreet betekent. Want wat wij merken is dat mensen, dus de gevestigde macht, dus dat noem ik de 120 kamerzetels van het links-liberale blok dat dit land bestuurt en stuk maakt. Die sluiten alles en iedereen buiten dat daar niet in zit. Dus die zijn extreem helder in wat ze willen. Dus je komt gewoon niet aan de bak op de universiteit als je dat niet onderschrijft. Als je al die hele woke cultuur, als je hier meegaat, als je niet pro-EU bent, is het ondenkbaar dat je docent Europees recht wordt op een rechtenfaculteit. Dat je noem het allemaal op. In de musea, bij de kunstsubsidies, de ambtenarij, de rechterlijke macht, de journalistiek, alles is doordrenkt en doordezemd van die manier van denken. En wat wij dus moeten doen, dat is onze eigen sociaal-economische verbanden creëren. Wij moeten ervoor zorgen dat wij elkaar gaan versterken en in leven houden. Want dat doen zij ook. Alleen het punt is, zij hoeven dat niet heel expliciet te organiseren, omdat zij zo ontzettend een meerderheid zijn. Ze hebben gewoon een supermajority, hebben zij, overal. En dat is ook min of meer per ongeluk zo gegaan. Hè. Het heeft een demografische oorzaak, omdat er een bepaalde generatie op een gegeven moment heel erg zwaar vertegenwoordigd was vanuit de universiteiten. Dat was de eerste generatie die massaal kon studeren. Die waren allemaal links en die waren allemaal overtuigd van al dat soort ideeën. Dus die kregen overal die posities. En dan hebben ze dat vlechtwerk zo gemaakt met elkaar. Maar ik zie dus de grote wanneer heeft FVD succes? Als het ons lukt om samen met onze achterban veel meer te zijn dan een politieke partij, maar een sociaal-economisch vlechtwerk. Waarbij wij banen en werk en opleidingen en opinievormingskanalen en besluitvormingskanalen en misschien uiteindelijk een woningbouwvereniging en een school of scholen, dat we het allemaal kunnen gaan opzetten, zodat het mogelijk is voor een mens in Nederland om min of meer binnen een kring van FVD'ers te leven. Zoals zij het ook kunnen. Zij kunnen leven, zij kunnen zich vrijwel geheel onttrekken aan ons. En dat doen ze ook bewust, doordat je gewoon overal wordt je geweerd, overal wordt je ontslagen, contracten niet verlengd, enzovoort, enzovoort. Maar wij moeten eigenlijk een manier creëren waardoor FVD'ers met elkaar op een manier kunnen leven zoals wij dat willen. Ja, dat ben ik eens. Tegelijkertijd moet je ook, denk ik, proberen om, zoals links in de tijd ook gedaan heeft, de lange mars tot instituties te maken. Hè? Dus je kunt beide doen. Want op het moment dat wij elkaar, het allerbelangrijkste is dat wij elkaar weten te vinden. Maar wat is het verschil tussen wat ik zeg en wat jij zegt? De lange mars door de instituties, dat je door bestaande instituties. Ja, en ik zeg, dat kan maak wel. Nieuwe instituties. Nee, en jij zegt, zeker? Ik denk infiltreer je beide, bestaande instituties. Ik denk dat je beide moet doen. Ja. Dus ik denk dat om te beginnen moet je moet je organiseren dat we elkaar kunnen vinden. Dat het inderdaad een samenhang wordt. Nu is het versnipperd. En je merkt bij die karavaan bijvoorbeeld ook dat mensen met verbazing om zich heen kijken dat ze niet de enige zijn die zo denken. En dat is, het is van groot belang om te weten dat er een hele grote groep mensen is die langs vergelijkbare lijnen denkt. En die moet elkaar ontmoeten, dat moet elkaar überhaupt versterken. Daar begint het mee. Dus dat is een sociaal contact. Dan heb je helemaal gelijk, denk ik, met het sociaal-economisch contact. Dus dat je er ook wat zaken aan verbindt. En dat er dus een eigen vlechtwerk ontstaat in onze eigen omgeving, dat ook een zekere kracht heeft, een zeker volume heeft. En als dat het geval is, dan ben je gek genoeg ook voor de andere kant veel acceptabeler, want dan vertegenwoordig je iets. Dus dan is het denk ik ook mogelijk om voor een deel de mars door bestaande instituties te maken. Dan ben je niet meer een eenling, maar dan vertegenwoordig je, of ben je in ieder geval verbonden met dat een andere beweging. Dat denk ik niet. Ik denk dat jij daar naïef in bent. Zou kunnen. Zij weten precies wat ze willen. Ze zijn keihard. Ze zijn genadeloos, zijn ze. En ze hebben natuurlijk een aardig gezicht. En dit en dat. Maar zij willen gewoon Nederland opheffen, op laten gaan in de EU. Zij willen gewoon massale immigratie zodanig dat er een soort conglomeraat van volkeren zal zijn ontstaan. En zij willen gewoon die energietransitie
afmaken, zodat we allemaal vegetariër worden, overal windmolens staan en we een heel nieuw soort leven hebben dat volledig wordt geregeld door de staat. Zij willen die woke-cultuur, die LGBTQI-cultuur, waarmee ze het gewoon, ze willen een totaal ander soort benadering van gezinnen. Ze willen het christendom weg, onze tradities, ze willen abstracte kunst, abstracte architectuur. Dat is wel echt gewoon de agenda. En natuurlijk gedogen ze wel eens iemand die een vraagje stelt, maar nou ja, dat is waar ze, dat is het gewoon. En ik denk daar pessimistischer over dan jij, maar ik laat me graag in positieve zin verrassen. Maar wat ik wel denk dat wij, kijk, ik heb een idee. En dat is dat wij moeten, we hebben nu een app, hè? Dat is de FVD-app. Dat kan iedereen downloaden op de App Store. En gewoon Forum voor Democratie. En nu is dit alleen gewoon een nieuwskanaal. Dus als je dat krijgt, dan krijg je pushmeldingen van, nou, we hebben een nieuw filmpje, een nieuw. Het is al heel erg leuk. Er zijn al meer dan 15.000 mensen die dat gebruiken. Dus binnenkort hebben we daar ook een silver play button van. Maar wat ik wil is die app koppelen aan een soort Facebook/marktplaats voor leden. Als ze dat willen. Elk lid krijgt een unieke inlogcode. Die moet allemaal nog bouwen hoor. Maar dit is mijn idee. En dan kun je daar spullen aanbieden. Je kunt vacatures plaatsen. Je kunt, als je een landkaartje hebt, kun je kijken welke lunchroom of welk restaurant van een FVD'er is. Als die FVD'er dat wil. En mensen kunnen natuurlijk anoniem blijven. Niemand hoeft informatie te delen. Maar mensen die dat leuk vinden om te doen. En zo, want ik ga dan alleen nog maar mijn economisch leven alleen nog maar doen via die app. Ik ga mijn vakantiehuisje boeken via die app. Ik ga scholen voor mijn kinderen uitzoeken via die app. Ik wil weten welke onderwijzers er zijn die de FVD'er zijn. Ik ga mijn huis kopen van een FVD. Ik ga mijn auto te koop zetten op die FVD-app. Ik ga op zoek naar nieuw personeel via die app. Maar ik denk dat als je dat gaat doen, en je kunt 10, 20, 30.000 mensen mobiliseren, en misschien wel meer, dan bied je echt een reëel alternatief voor wat de misère waar wij nu in zitten. Wij zijn altijd maar toch een minderheid. En we zitten altijd maar toch eigenlijk omsingeld door andersdenkenden. En daarom dat je ook al die afsplitsingen hebt. Omdat er niet genoeg verband tegenover staat. Mensen knappen gewoon. Mensen buigen. Mensen breken. Ja, de druk is te hoog. Ja. En dat kan je echt verminderen als je er iets tegenover staat. Een warme familie van mensen die handel drijven met elkaar, die mensen aannemen uit dezelfde kringen, die gewoon helemaal zoals een hele sterke minderheid opereert. Ja, bijna een zuil zoals vroeger. Ja, maar ik vind dat woord zuil, ja, dat is niet zo positief. Ik krijg goed, tegelijkertijd denk ik ook, dus dit moet allemaal gebeuren, denk ik zeker. Want dit geeft ook een soort huis aan de mensen die zich thuis voelen bij deze hele richting. Dat lijkt me fantastisch. Een huis waar je ook kunt verblijven, zowel economisch als sociaal, als contacten. Ik kan me zelfs een dating service voorstellen, hè, dat je helemaal in dezelfde sferen blijft. Dus dat is denk ik fantastisch. Maar ik denk tegelijkertijd dat de andere kant maar heel beperkt bewust met die richting bezig is. Dus heel veel mensen drijven mee met wat de facto de richting is. Maar vinden dit eigenlijk ook heel interessant. Dus je moet het ook niet, denk ik, niet te exclusief maken. Want het lijkt mij helemaal niet erg als de lijn die wij nu opstellen in dit idee ook aantrekkelijk wordt voor anderen. Daar is toch helemaal niks mis mee? Nou, ze kunnen lid worden voor €25 per jaar. Precies. Ja. En als je lid bent, dan krijg je een inlog. En dan kun je gaan meedoen met wat FVD als alternatief. Ja, dat is waar. Maar je kunt misschien zelfs wel FVD Plus van maken uiteindelijk. Dat het hoeft niet per se aan één politieke partij te hangen. Het is een brede gezond verstand richting uiteindelijk, zou ik zeggen. Maar waarom Plus? Wat betekent dat? Nou, omdat ik denk dat breedte en volume in sommige gevallen misschien wel belangrijker is dan zuiverheid van richting. Maar wanneer krijg je dat plusje dan? Nou, we beginnen met FVD. Maar wat is de plus? De plus is, weet ik veel, vergelijkbare richtingen. Zijn die er dan? Of mensen die, weet je, kunt altijd lid worden van FVD, want dan ben je gewoon on top of misschien ook lid van de SGP, onder een dwarsstraat. Ja, we doen niet aan monogamie. Nee. Dus we checken niet of mensen ook nog van een andere partij lid zijn. Dat is natuurlijk waar. Nee, dus, maar je moet dus wel. Kijk, het probleem met die afsplitsers is dat ze heel veel winst hebben door zich van mij af te zetten en bijna geen verlies.
Dat is de hele tijd het probleem. Dus iedereen zet druk op je. Je betaalt een enorme prijs. Maatschappelijke prijs. Want de prijs is uitsluiting. Want daar verschillen wij over mening. Maar mijn overtuiging is dat het systeem keihard is, genadeloos is en precies weet wat het wil. Alleen een aardig gezicht opzet als je niet een bedreiging bent. Maar zodra je een bedreiging wordt, bam! Krijg je een keiharde klap. En dat voelen al die mensen. Dus Wieberen voelde dat. Arjan de Kok voelde dat. Al die mensen die voelen dat. En die pakken gewoon hun winst, Olaf. Die pakken hun winst. Die pakken hun moment. Die denken, nou nu kan ik mijn naam zuiveren. Ik heb dus alleen maar upside aan. En als ik me dan alsnog aan kan sluiten bij Forum Plus, ja, dan heb ik ook geen verlies. Nee, wij moeten gewoon zeggen, jongens, oké, dat kan. Maar dan raak je je hele sociaal-economische netwerk kwijt. Want dat zit in die app. Dat is wat is de upside van lid zijn. Dat is wat het waard is om onderdeel te zijn van die beweging. En als je daar afstand van wil nemen, oké. Maar dan moet je weer de wereld in. Wij zijn Forumland. Dit is misschien niet een territoriaal land, maar een virtueel land. Het is een land. Het is gewoon helemaal eigen infrastructuur, eigen geld. We moeten ook gewoon de Forumcoin en crypto moeten we gaan opzetten. En dan gewoon, dat is het. En geen gemits en gemaar. Want dat is wat je nu de hele tijd hebt. Van ja, ik zal het partijprogramma blijven dienen, maar dan zonder scherpe randjes. En ja, dan wordt het nooit wat natuurlijk. Dat is natuurlijk slappe hap. Nee, maar dat is waar. En je moet het verlies van het het verlies moet kleiner worden, omdat het niet zo is dat je bij het vertrek dat je binnen Forum bijna geen enkele plus hebt sociaal-economische zin. Je moet kunnen leven in die omgeving in bredere zin, zonder dat je voor je dagelijkse behoeften toch weer afhankelijk bent van anderen. Dus je zou zo onafhankelijk mogelijk willen kunnen opereren binnen dat hele Forum, het Forumland. Dat is dan dat zou een compleet scala moeten bieden eigenlijk aan alles wat je nodig hebt. Zodat je reden hebt om daar breed bij te zijn. Maar dat je ook kan profiteren. Want er zijn dus 50.000 mensen in Nederland die zijn het hardcore met ons eens. Er zijn 100.000 subscribers op ons YouTube kanaal. Er zijn miljoenen mensen die onze video's bekijken. Er zijn heel veel mensen in Nederland die dus wel neigen naar onze ideeën. Nou, die moet je dus veel meer kunnen bieden. En dat is volgens mij het thema van deze uitzending. En ook dat is dus succes. Succes is het volgens mij. Wij hebben succes als wij voldoende kunnen bieden om die mensen daadwerkelijk onze kant op te trekken en ook aan elkaar te binden. En daarom is een politieke partij eigenlijk een heel gebrekkig instrument. Want ja, je 1 keer per 4 jaar mag je een hokje inkleuren. En 70-80% van de verkiezingsuitslag is afhankelijk van wat er de laatste 3 dagen in de mainstream media over je gezegd wordt. En als er een of andere rel wordt gecreëerd over een appje wat je al dan niet hebt gestuurd, dan kelder je weer 30% en dan verlies je weer. En daarna moet je dan gaan coalitie gaan vormen. En dan heeft de kiezer ook helemaal niks meer aan. En dan lezen mensen een beetje iets in de krant. Maar that's it. Nee, er moet veel meer continuïteit in zitten. Ja. En veel minder de ad hoc indrukken die bepalend zijn voor een keuze in het stemhokje. En dat is overigens ook een reden om je eigen mediakracht te ontwikkelen. Dat vind ik, dat is vreselijk wezenlijk. Ja, maar moeten we niet ook gewoon een weekblad of een dagblad gaan opzetten? Ja, daar zou ik helemaal voor zijn. Om eigenlijk een compleet mediakanaal op te zetten met zowel dag, week, maar ook televisie of video wat we nu hebben. Dus dat je eigenlijk je eigen kanalen organiseert om het soort boodschap naar buiten te brengen. Niet eens alleen politiek, maar ook het soort films, het soort dingen die allemaal een beetje zijn weggevallen. Als je nu een willekeurig televisieprogramma kijkt, ik ben van de generatie die dit nog wel eens doet, dan is dat, overal zit het woke doorheen. Ja. Er is helemaal niets meer waar niet over nagedacht is in termen van man-vrouw relaties. Of als je naar een reclame kijkt, er zijn altijd wat gemengde stellen. Er zijn, zijn hetero stellen zijn in de minderheid. De man is altijd een beetje een sukkel. Dat is echt zo ongelooflijk structureel. Dat je de eerste keer is het grappig, maar op een gegeven moment denk je, ja, maar er komt geen enkel klassiek gezin in voor. Ja, ja. Alsof dat gewoon is uitgestorven. En dat soort dingen. Dus het is in heel brede zin is het ook het brengen van entertainment. Maar denk jij dan nog majoritair, zeg maar? Denk jij dat we dit nog kunnen
Want dat is, politiek, democratie gaat over het meerderheid en dan kun je het opleggen aan de rest van het land. Hè? Dat is in principe wat er gebeurt met verkiezingen enzovoort. Vorm je een meerderheid, vorm je een regering. En dan leg je jouw regels en jouw wil op aan de rest van het land. Is dat nog waar jij aan denkt? Want zoals ik het zie, en dat is ook wel cynisch, maar ik ben gewoon tot ontdekking gekomen de afgelopen 4 jaar in de Tweede Kamer, dat VVD en CDA door en door links zijn. En dit allemaal willen. En die klimaat, immigratie, EU, noem het dan maar op. Dus ik denk, de gedachte van ja, 21 of zo, we gaan de VVD naar rechts trekken. Ja, die mensen hebben een totaal verkeerd beeld van wat de VVD is. De VVD is ten diepste links en woke en LHBT enzovoort. En voor moderne architectuur. Dus volgens mij moeten we niet meer majoritair denken, maar minoritair. Wij moeten de minderheid die we zijn en zullen blijven zo goed organiseren dat we het kunnen overleven. Dat we onderling sterk genoeg zijn om niet te worden uit elkaar gewild en opgeslokt door die rampspoed die op ons afkomt. Dat is eigenlijk de omslag in denken die bij mij de afgelopen jaren is gekomen. Doordat ik dus zag hoe onwaarschijnlijk rot de boel daar is in Den Haag. En hoe die VVD'ers en CDA'ers lopen te liegen om de mensen die eigenlijk het met ons misschien wel eens zijn, die stemmers, toch elke keer weer met aan het hulp van de media die ons demoniseren enzovoort, toch elke keer weer hun kant op te krijgen en zo door te gaan met de GroenLinks-agenda. Ja, dat herken ik helemaal. En daarnaast denk ik dat het ook veel constructiever is om zelf iets te maken. Ja, het is altijd leuker natuurlijk. Als je iets creëert wat aantrekkelijk is, leuk is, dan ben je ook niet voortdurend in de negatieve sfeer als een soort emmertje achter de boot. Probeer je ze naar links of naar rechts te trekken. Ja. Nee, je bent zelf iets moois aan het doen. Ja. En ik denk dan, maar dat is misschien naïef in jouw ogen, ik denk dan dat als je dat doet, dat het nog een keer invloed heeft op die hoofdrichting ook. Ja, nou ja, dat zou kunnen. In elk geval is dat ook wel de reden dat ik met dat ophefpunt zo kwam. Omdat ik eigenlijk wilde zeggen, jongens, wij erkennen gewoon het gezag niet meer van die media en van die gevestigde orde om te gaan bepalen voor ons wat je wel en niet mag zeggen, wat je wel en niet mag doen. Wij creëren onze eigen validatiestructuur, onze eigen waarden. En misschien is het inderdaad zo dat je dan ook zoveel enthousiasme uitstraalt, dat het gewoon heel erg leuk wordt. Dat denk ik ook, we gaan ons eigen feestje bouwen. Ja, nou ja, en misschien ben ik wel te negatief, ook even omdat er alles wat er gebeurd is. En misschien ben jij wel te positief. En misschien ligt het wel ergens in het midden. Maar dat moet dan, denk ik, de richting zijn. Dat is wat FVD dan aan het doen is. FVD is echt die community aan het bouwen. Ja, dus vanuit een positieve gedachte. Dus het moet, en dat vond ik het mooie van die vrijheidskaravaan. En ook laatst weer van het Malieveld. Mensen komen bij elkaar omdat ze gewoon zin hebben om bij elkaar te komen. En natuurlijk vertelt iedereen verhalen, is allemaal leuk. Maar het belangrijkste is dat er een sfeer is van wij horen bij elkaar, dit is gezellig, hier maken we een feestje van. En dat is dan ook het geval, hè? En of het dan hard gaat regenen of niet, dat deed op het net niet, maar het scheelt niet veel. Mensen hebben daar zin in. En ik vind dat moet je faciliteren, dan bouw je iets wat ook aantrekkelijk is. En nogmaals, ik denk dat het voor veel van de mensen in de hoofdrichting, die hobbelen gewoon mee met de de facto richting, maar willen ook iets leuks. Ja. En dan moeten ze voor jou lid worden, fine. Dan hebben we geen plus, maar we zijn allemaal lid. Nou ja, plus kan zijn als je €50 per jaar betaalt. Ja, in plaats van. Ik dacht dat je dat eerst bedoelde. Ja. Maar dan krijg je een positieve beweging. En dat is het grote gevaar van vandaag, is denk ik, dat er voortdurend dat je zuur wordt over wat de hoofdrichting is. Ja. En wij moeten dat loslaten. We moeten dat leren loslaten. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat valt niet mee, want als je naar de hoofdthema's van vandaag kijkt, dan kun je alleen maar in smalende termen praten over waar men nu mee bezig is. En dat oogt dan meteen weer heel negatief. En dat is ook niet aantrekkelijk. Je kunt ook zeggen, jongens, wij gaan gewoon gezellig een feestje bouwen. Ja. Daarom was ik ook zo enthousiast over die drie zoenen die Gideon volgens mij. Ja, wij zijn berisp, hè? Wij moeten spontaan, gezellig, gefeliciteerd, bloemen, goed gedaan. Daar zat helemaal geen kwaad bij, alleen positivisme. En dat wordt dan afgestraft. Dan denk je, ja, dat is natuurlijk heel zuur, heel raar. Maar het tekent wel waar we eigenlijk heen moeten. Want zo'n soort onderscheid moeten we maken. Ja, en dat is ook wel, denk ik, dus we hebben ook succes als we niet. Als we meer dan de helft van de tijd praten over wat we wel willen in plaats van over wat we niet willen. Precies. Weet je, doe het maar. Laat het maar zien. En dat heeft er een beetje aan ontbroken. Hè? We hebben denk ik, als je het over de ophef hebt,
dan hebben we toch vaak ophef gecreëerd over klimaat. Door te zeggen, dat is al een flauwekultje, die zeggen, kijk maar. Ja. En dat is natuurlijk waar, hè? Dat is helemaal, dat stel ik helemaal achter. Maar je moet de thema's zoeken die juist leuk zijn, die juist mooi zijn. Ja. Dat geldt voor architectuur ook. Hè? Je zegt van ja, die architectuur is weer waardeloos, moet je kijken dit. Ik zag jou op een plein ergens bij een van die. Dat was fantastisch. Toen hadden we een voorbeeld, waar was dat? Toen stonden we op een plein en daarachter was een prachtige kerk. En rechts was een afgrijzelijk gebouw. Deventer. Was dat Deventer? Volgens mij wel. En toen had jij dat voorbeeld van architectuur. En je duidde toen aan wat het gigantische verschil was. Het waanzinnige contrast tussen die twee manieren van bouwen. En dan gaat het in één keer leven. Hè? Want dit konden we 1000 jaar geleden al. Moet je kijken. En dit doen we met de moderne technieken van vandaag. En dan zie je van, hé, dan wordt er iets... We moeten meer van het andere gaan bouwen. Weet je wel? Dat is, nou, dat geldt voor heel veel onderwerpen dat je die positieve angle moet vinden. Wat mij betreft. Dat is ook wel iets wat je wel in de bestaande wereld kan doen. Dan hoef je niet altijd in Forumland te zijn. We kunnen natuurlijk ook op onze site en op andere manieren onze leden gaan aansporen, onze achterban, om in welstandscommissies te gaan, bijvoorbeeld. Of allerlei andere manieren, want burgers hebben... Dat doe je toch een beetje de Marcel instituties. Ja, ik ben dus lopend in dit gesprek, laat ik me lekker een beetje overtuigen en ook inspireren door wat je zegt. Dan kunnen we natuurlijk ook, Forum kan ook een soort centrale plek zijn waar informatie wordt vergaard en mensen worden geënthousiasmeerd om dat soort dingen te doen. Van, hé, er is een inspraakavond over de bouw van een nieuw, verschrikkelijk modern ding. Ga daarheen, laat van je horen. Ja, en probeer eens ook iets moois aan te duiden. Hè? Wat moet er dan wel komen? Ja. Dat is niet altijd simpel. Kom met een tegenvoorstel en we kunnen wel met architecten ook... Je kunt ook zo'n wedstrijd uitschrijven, zoals je dat ook bij... Zullen we dat eens doen? Ja, dat vind ik een leuk idee. Gewoon een andere... architectonische oplossing voor een vraagstuk. Dat is heel leuk. Dat is hartstikke leuk. Volgens mij moeten we dat ook eens even aan Anton van Schijndel vragen. Ons gemeenteraadslid. Dat is natuurlijk typisch iets wat ook de gemeenteraad over gaat. Ja. Als er nou iets speelt in de gemeente Amsterdam, waar ze met iets van wanstaltigs aankomen zetten, waar Van Karhasma heel blij mee is, dan gaan wij een alternatief maken. Ja, en dan zul je dus merken, denk ik, dat veel mensen die automatisch meedrijven op het laatste Red Koolhaas voorstel, zal ik maar zeggen, zeggen, hé, maar dit is nou best leuk. Dit is eigenlijk wel mooi. En dat is waar ik op hoop, op heel veel thema's, dat mensen... Want ik ben er nog steeds van overtuigd dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking ook op deze denklijn zit. Alleen, die is nooit van argumenten voorzien. En die wordt ook onmiddellijk in een hoek gezet die verdacht is, zal ik maar zeggen. En dan worden mensen daar weer van die schrikken terug om mee te doen. Daar hoor ik niet bij, hoor. Ja. Nee, precies. Ik ben geen complotdenker, hoor. En dat is zonde, want... Als je er een positief verhaal van kunt maken, dan trekt dat juist mensen aan. Dus ik denk nog steeds dat je door die spark over te brengen, mensen echt tot beweging kunt krijgen. Die daarvoor niks deden. Dus ook niet zoals jij wel eens suggereert, keihard met een... Nee, die doen niks. Die hobbelen mee. Nee, tuurlijk. Nee, maar dat is waar. Hè? Dus hier ben ik het helemaal eens. En ik vind het ook inspirerend en hoopgevend. En ik sta er helemaal achter. Ter verduidelijking. Ik had het echt over de mensen die richting aangeven. Hè? Dus daar zijn er ook heel veel van natuurlijk. Het is niet een trein zonder machinist. Nou, dat denk ik wel eens van wel, ja. Dat de machinist lang geleden ergens dat ding aangezet heeft en die dendert nou een kant op. En natuurlijk, als hij een kant op gaat en mensen moeten toch die kant op, hè, dan je hebt de opportunisten die springen op die trein en dat krijgt een enorm volume, waardoor het allemaal geregisseerd wordt. Maar jij gelooft niet dat hoogleraren Europees recht nooit iemand zouden aannemen die tegen de Europese Unie is? Dat geloof jij niet? Je denkt dat gewoon doordendert en dat ze de... Nou ja, kijk, die ik geloof niet dat Europees die cancel culture ook in kranten is. Dat je gewoon als columnist kan inpakken op het moment dat je niet even de rituele standpunten... Nou ja, nu wel. Maar als je een succesvolle... Hè, als we het Reformatorisch Dagblad tot een enorm succesvolle krant zouden kunnen maken. Ja. Dus van 30.000 naar 300.000 abonnees. En de benadering van het Reformatorisch Dagblad in dit voorbeeld, die slaat geweldig aan bij het publiek. Dan zul je zien dat ook de Telegraaf en andere kranten dat soort benaderingen gaan overnemen. Want dat doet het blijkbaar goed. Dus nou, er zit heel veel opportunisme in wat mij betreft. Ja, maar of want toen wij bijvoorbeeld veel zetels haalden in 2019. Toen hebben we het ook massa.
toen ging juist de aanval er keihard in. Dus dat kan ook, hè? Dat ze dan... Ja, maar goed, dat was natuurlijk... Dat is waar, dat was nieuw, was verrassend. Maar het was niet decisief. Het was wel groot, maar het was nog steeds natuurlijk... Maar als het decisief was geweest, dan waren ze wel meegegaan, denk je. Waar zie je dat dan? Dat zie je toch ook niet in Amerika als Trump wint? Dat zou je zeggen, is decisief. Nou, dat heeft het systeem gewoon 4 jaar lang gewerkt... om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw kon worden herkozen. Ja, maar ze moesten wel de meest gemene trucs uit de kast halen... om te voorkomen dat hij weer zou winnen. Ja, maar dat is dus wat ik betoog. Ja, dus er is een weerstand. Maar die weerstand is van de apparatchiks en niet van de bevolking. Ja, nee, uiteraard. Dus ik heb het over de mensen in de driver's seat. Ja, maar mensen hebben gewoon belangen. Dus die zitten ergens en die zijn gekozen en die zijn hoog gekomen... op basis van de kwaliteiten die vereist waren door het oude systeem. En als dat systeem wijzigt, hebben ze die kwaliteiten niet meer... die voor een succes kunnen zorgen, dus die hebben dan een probleem. Dus het is een optelsom van, wat mij betreft, grotendeels... persoonlijke belangen van allerlei mensen, carrièrepaden enzovoort... En die zijn niet door één beweging gaan die plotseling de andere kant op. Dus die denderen heel lang door. En die hebben alle belangen zijn erop gericht om de situatie ongewijzigd te houden. Of juist meer de kant te sturen waarop ze aangenomen zijn. Dat zeker. Dus het is een hele trage verandering. Maar daarom denk ik dus ook dat die publieke opinie toch wel heel wezenlijk is. Want als heel breed zichtbaar wordt dat andere richtingen preferent zijn bij de bevolking. En dat gaat ook opleveren. Dan wordt die druk op die hoofdrichting steeds groter. En die zullen zich wel verzetten, de apparatchiks. Maar dat gaat toch draaien. En dan is het, in die zin is het dan net als in de jaren 60... dan wordt het eigenlijk wel hip om in ieder geval één hippie op te nemen. Dat was in mijn jongste jeugd. Had je gewoon keurige heren die met in het pak zaten met er één hippie bij. Maar dat denk ik niet. Dat denk ik echt niet. Nou ja, ik sluit het zeker niet uit. Ik denk niet zo pessimistisch als jij. Ja. En misschien ben ik naïef op dit punt. Jij onderschat gewoon hoe het systeem werkt. Want die natuurlijk wordt die hippie dan opgenomen. En vervolgens wordt die hippie allemaal hoepels voorgehouden om door te springen. En elke keer en geleidelijk aan om richting het systeem te gaan. Dat is wat er met Forum voor Democratie gebeurd is. We hebben die provinciale statenverkiezingen gewonnen. En toen, dus de afgelopen 2 jaar, heb ik elke keer een T-splitsing is mij gepresenteerd. Afstand nemen daarvan, afstand nemen daarvan, afstand nemen daarvan. En als ik dat niet deed, dan krijg je dus de ophef en dan krijg je afsplitsers en dan krijg je lelijke dingen over je heen. En als je dat wel doet, krijg je volgt een beloning. Dus het is het dresseren van de oppositie. Ja, maar het is het inkapselen van de oppositie. Politiek, hè, wat je nee, dit is niet Haagse politiek. Dit is gewoon hoe het medialandschap, het universitaire landschap, hoe de macht werkt. En dat is extreem sterk. En je hebt echt zo iemand als ik nodig om daar elke keer tegen in te gaan. Maar de rest van de mensen in de partij, een groot deel daarvan, die zijn gewoon allemaal gebroken. Allemaal gebogen. Die zijn allemaal, op enig moment wilden ze toch maar liever door dat hoekje springen. Ja, want die willen ook, dat is waar. Maar die ja, en dat is dus hoe het ook werkt. Een klassieke politieke carrière wilden ze uiteindelijk. Ja, maar dat is dus ook hoe het werkt. Dus met, je zegt dat de publieke opinie dat wil. Maar de publieke opinie, die is al 50 jaar tegen massale immigratie. Ze negeren het gewoon. They don't care. 3 dagen voor de verkiezingen zetten ze een of andere rel in scène. En dan hebben ze een of andere premier die dan doet alsof hij daadkrachtig optreedt. En een of andere lezing. Van, we moeten nu echt de immigratie gaan aanpakken. Iedereen, oké, daar stem ik daarover. Maar het is onzin. Klimaat. Niemand in Nederland wil van het gas af. Niemand wil al die windmolens. Iedereen haat al die zonnepanelen. Enzovoort, enzovoort. En toch gebeurt het. 1000 miljard. Niemand wil het. Als je een referendum zou houden, wilt u 1000 miljard betalen voor 0,00007 graden minder opwarming? Zou iedereen zeggen nee. De EU, de euro. Er is nooit een meerderheid geweest in Nederland voor de euro. Het is gewoon niet waar dat de druk van de publieke opinie bepalend is voor de richting van de elite. Dat is gewoon aantoonbaar niet het geval. Zij doen gewoon wat zij willen doen. En de mensen zijn stom genoeg om elke keer maar weer op ze te stemmen. Ja, en daarom dat ik zeg, we moeten minoritair gaan denken. We moeten gewoon een sociaal-economisch vlechtwerk voor onze eigen mensen, die het wel snappen. Nee, we moeten het gewoon helemaal opgeven. Dat ben ik met je eens. Wat ik schets is een hoop ik, een bijeffect. Ja. Dus we gaan iets leuks neerzetten, waar veel mensen zich toe aangetrokken voelen.
En dan hoop ik met dat een bijeffect zal zijn dat dat leuke zo leuk wordt en ook zo groot wordt, dat ook de hoofdrichting zegt, hey, en dat het dan dat je dan meer overtuigingskracht weet te organiseren dan we tot nu toe hebben gedaan. Want tot nu toe hebben we de laatste tientallen jaren helemaal niks kunnen organiseren. Oké, maar laat ik het dan zo zeggen. Ik deel je enthousiasme, maar ik wil wel graag aan expectation management doen. Laten we niet verwachten dat het systeem niet terugslaat. Nee, akkoord. Kijk ook naar Parler. Weet je, dat was dan een alternatief voor Twitter. En was helemaal leuk. Dat was dan helemaal vrijheid van meningsuiting en zo. Dus alleen maar positief. Hè? Positief alternatief. Heel veel mensen gingen het gebruiken. Nou, in jouw theorie zou dan het systeem zeggen van, oké, dan gaan we dat incorporeren en dit en dat. Maar wat gebeurt er? Apple gooit het gewoon uit de App Store. Ja. Het wordt gewoon eraf gegooid. Ja, Ze zijn veel gehaaider, veel harder. Ja, nee, dat is waar, ja, dat is waar. Maar goed, we gaan het zien. Dit is een, denk ik, een waanzinnig belangrijk project wat we ook nog heel veel moeten gaan uitleggen de komende tijd en toelichten en handen en voeten geven en samen met onze kijkers en iedereen. En dit is belangrijk, hè? Dus dat wij een eigen mediakracht ontwikkelen, is cruciaal om dit soort bewegingen mogelijk te maken en ook om die leuke aantrekkelijke omgeving zo groot mogelijk uit te bouwen. Dus laten we hopen dat we niet geband worden. On that note, heel goed. Bedankt voor het kijken. Tot gauw.